paar jaar geleden, had ik 10. Dus, oh, oeh. Mag jij wel eens een snoepje? Tanden poetsen. Iedereen begrijpt wel hoe belangrijk het is. Goed poetsen zorgt voor een goed gebit. De meeste kinderen en volwassenen poetsen veel hun tanden. Maar de vraag is of ze dat wel op de juiste manier doen. Ik zeg, jong geleerd, oud gedaan. Hoe vaak poetsen eigenlijk uw tanden per dag? 3 keer per dag. 1 keer per dag, maar soms ook wel 2 keer. 'S Ochtends en 's avonds, dus 2 keer per dag. 2 keer per dag. En hoe lang poetsen dan uw tanden? Het wordt voor me gedaan. Een minuutje of 5. Dat is best wel een tijdje, denk je. Ja. 5 minuten of zo? 2 minuten. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Als ik denk, nou nu is het wel schoon, dan is het schoon. 2 minuten. En hoe poetsen jullie dan je tanden? Ik begin bij mijn kiezen en dan na elke trilletje dan verplaats ik hem een beetje. Heel gek, eerst toch de voorkant zo. Ja, en dan naar je kiezen toe. Zo volgen, zo langzaam. Ik ga gewoon helemaal los. Het valt wel mee. Mensen poetsen eigenlijk best goed hun tanden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. We schakelen even over naar Junte, onze tandenpoetsexpert in zijn laboratorium. Hallo Junte. Hallo Senna. Kun jij nog eens uitleggen hoe je nou op de beste manier je tanden kan poetsen? Hoe poets je nou goed je tanden? Ik poets altijd met de 3B's. Poets eerst altijd de binnenkant, zowel boven als onder. Poets dan de buitenkant van je tanden en kiezen zowel boven als onder. De 3B. Poets nu de bovenkant van je tanden en kiezen zowel boven als onder. Poets je tanden 2 keer per dag, 2 minuten. En gaat het goed met tandenpoetsen met de kinderen? Probeer het echt goed te leren. Ja, het gaat wel goed, maar ze vinden het niet altijd helemaal leuk. Poets je tanden met deze Elmex Anticaries Junior. Deze tandpasta heeft het unieke ingrediënt Neoaminex. Dit helpt je tanden te herstellen. Vindt u eigenlijk dat kinderen ook hun tanden moeten poetsen? Want al hun tanden gaan er toch uit. Nee, we moeten iedere dag 2 keer per dag tanden poetsen. Al is het alleen maar voor het gevoel. Nee, ze moeten wel goed voor de tanden poetsen. Want dan weten ze hoe ze het moeten doen als ze voor andere tanden hebben. Nou, een mooi gebit is toch... staat mooi, hè? Ja. Jong geleerd is oud gedaan, hè? Hé, hij snapt het. Als je eet en drinkt, heb je nou eenmaal kans op het ontstaan van tandplak en gaatjes. Hoe kan je dat nou voorkomen? Hallo Senna. De grote boosdoener is eigenlijk tandplak. Dat is een plakkerig laagje op het glazuur van je tanden. In zo'n plaklaagje zitten heel veel bacteriën. Die bijvoorbeeld de suikers van de koek omzetten naar zuren. Die zuren vallen je tandglazuur aan. En daardoor ontstaan er gaatjes. Een aantal tips. Maar als je nou echt een zoet drankje wil, neem het dan tijdens de maaltijd. En wacht minimaal een uur voordat je gaat tanden poetsen. En heeft u wel eens een gaatje? Ik heb nog nooit gaatjes gehad. Nee, nog nooit? Een paar jaar geleden had ik 10. Dus, Ik heb ook wel eens gaatjes gehad, ja. Zelden. Ik heb nog nooit een gaatje gehad. Nou, dat betekent dat je het goed doet. Ook voor volwassenen is het belangrijk om goed te blijven poetsen. We gaan voor de laatste keer even terug naar het lab waar Junte, onze tandenpoetsexpert, van alles kan toelichten. Hallo Junte! Is er ook speciale tandpasta voor volwassenen? Hallo Senne. Ja, voor volwassenen gelden eigenlijk dezelfde tandenpoetsregels als voor kinderen. Voor volwassenen zijn er 3 hele goede producten. Nummer 1, Elmex Anticaries. Deze zorgt voor een goede bescherming tegen gaatjes. Nummer 2, Elmex Sensitive Professional. Als je hele gevoelige tanden hebt, zorgt deze tandpasta voor directe pijnverlichting. Nummer 3, Elmex Glazuurbescherming Professional. Als je bijvoorbeeld veel sport en energiedrankjes neemt, kan je hiermee kiezen voor een extra bescherming van de glazuur. Say cheese! 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 Cheese!